En toen wienen er nog zo'n. Petra, Yvette, Ronnie, Sjoerd, Doutje, Jan, Jas. Al hier op wei naar het Fries Museum. We zijn nu heel wijs de rit. Nog zes weken en dan weten we waar de beste amateurkunstner van Friesland nemen mee. Om die tijd maakt ze nog keihard aan het werk. Je moet zelfs aan de slag met echte topstikken. Waar gaat naar huis en waar bloot bij huis? Dit is Muze. Ze binnen weer klaar voor een nieuwe opdracht. Wat die is, dat zullen de kandidaten zat jern krijgen. Eerst gaan ze nog even tijd om naai te praten hoe de vorige keer. Toen moesten de deelnemers een eigen expositiemaatje, maar zelfs maken werk. Dat werk moest het boetenleven in Friesland verbeeldje. De een kan met foto's, de oor met een schilderij of met een heel eigen rompelijk kunstwerk. En uiteindelijk stuurde de jury fjouwer van de 10 kandidaat naar Hoesta. Maar voor één deelnemer wie er nog een laatste mogelijkheid om met een wildcard verder te komen. Een wildcard. Dus één van je beiden maakt het kans om toch nog bij u in dit programma te blomen. En dat is Yvette. Yvette Maya dus mij, Sjoerd, Doutje, Jan, Ronnie, Jos en Petra op meidje voor de volgende stap. Op wij naar de titel Beste Amateurkeuzner van Friesland. Welkom, Petra, Doutje, Ronnie, Jos, Jan, Yvette en Sjoerd. Jim bent de zo'n topkandidaten. Und nota. Uit alle 200 instuurde werken vindt de jury Jim het beste. Und nota. Geniet je ervan. Want na aanrein van deze opdracht zullen er treien naar huis en blijven er fjouwer bij huis. De werken die Jim hier steen sjogge, hebben wat te krijgen met de opdracht. Dat kun je indenken. Er zijn 22 topstikken uit het Fries Museum. Mooi zwaarig en leefde door de conservatoren hier naast mij uitzocht en uit de depots hellen. Speciaal voor Jim. Dat betekent net dat je ze mooi in huis neemt, maar je mooi aanst alle jaar er in een uitziekje die je inspireert. En baseert op dat werk maakt Jim een nijwerk dat een duidelijke relatie hem had met het werk dat je hem uitzocht hebben. Daarvoor krijg je hem 2 weken de tijd. En in die 2 weken moet je hem 1 keer om help vragen. En dat moet je hem vragen aan Menno Landstra, zit je naast mij. Hij beheerst verschillende disciplines, is art director, vormjouwer, gastconservator Erik van het Fries Museum, ontwerpt tuin van binnen en buitenland en is er nou van Jim. Ieder moment, heel boys. En dan moet je hem zelf weten dat je hem de broek van maatje willen, ja of nee. Dat is de opdracht. Succes. Aan de slag dus met topwerken uit de collectie van het Fries Museum. 22 stikken binnen speciaal voor de muzekandidaten kleerset in de zaal van het Nije Museum. De conservatoren jouw uitlis en dan moeten de kandidaten zelfs bepalen of ze met dit werk aan de slag willen. Je gaat het niet om het gezicht. Het is net als het klooster Mariengaarde. Ze heeft gelijk even op. En dat lag bij Hallum. Dus op de kloosterterp in Hallum. Maar er is dus niks meer van terug te vinden. Ronnie's neer valt op een oude kleestersteen uit de middeleeuwen. Ik kwam binnen en ik zag naar de beeldjes. Ik dacht, hé, wat grappig. Omdat de poppetjes, meestal wat grappig, no? Alleen wel serieuze kleding draagt wel. En dan met de klooster van vroeger, met de geloven. Ja, nou, in klooster gaat ook geloven, mediteren, om dicht bij jezelf te komen. En dat is ook mijn doel, dichter bij jezelf te komen. En, nou, ja. Ik ben al gelukkiger daar toen ik jong was. Ronnie werd in snits. Hij had jeder op hemzelf winnen, maar dat ging net heel dan goed. Doe is de romkamer in zijn adellijk hoes. Wen is hier al lang? Ja, wij wonen nu zo'n 10 jaar. En wie ben we? Nee, wat meer. Mijn pa. Ja? En mama is overleden in 2008.
Ik heb geweldig moe gehad, hoor. Ja? Ja. Waarom? Nou, omdat hij zich goed voor me vochten had. Dat, toen ik wat in de war was, ben geweest, toen heb ik zijn ontslag genomen. Toen is hij naar de dokter gegaan en daar heb ik gelijk een brief geschreven dat het niet klopte. Anders had ik niet die uitkering gekregen. Dus, en meer van die dingen. Ja. Echt als een mem had ze van die zware. Ja, nou ja, zeker. Vochten, ja. Ronnie wil graag om Miranda vertellen dat het nou weer goed met hem gaat. Dat is soms lastig om u te lezen, omdat er saffolle te sezen is. Een verliener met psychoses en strijd tegen demonen. Dat was psychotisch als ding terugdraaien blijven bij die. Ja. Als het me viel, wat doet dan? Krijgen heb ik wat in en dat schilderen natuurlijk ook. Het schilderen, hè? Is dat nee? Al dat creatieve, dat de muziek ook, dansen mocht ik vroeger ook. Ik heb heel veel, vooral toen ik net een psychose had en wist niet wat ik had. Had ik medicijnen kreeg, hoefde ik niet meer. Want ik wist niet wat ik had. Toen ben ik een arbeidsproces geweest, maar heb ik heel veel op de dansvloer dat eruit gehoord, die onderdrukking. Is de keus nedig? Ja, ik hou van kleur, ik hou van verf. Ja, zeker. Want ja, als je niks meer doet en mensen zien je wat in een café te drinken weekends. Dat is wel 3-4 keer in de week, vanaf donderdag tot zondags. Ja. En dan komt die waardering weer terug waarom dat ik kunst maak. En ik ben ook minder in de kroeg. Ja, ik hou ook wel van mijn prikkels trouwens. Daarom maak ik ook graag schilderen en dingen mooi maken. Want die prikkels is ook inspiratie, muziek. Ja, vogeltjes. Ja. Ik bedoel, nou, er komt de kunst op mijn pad en ik ben altijd een goede fan geweest. Ja, daar zeg ik ook wel eens een tiert voor, hè. Dat, ja. Ja, je moet goed bezig blijven met jezelf, dat is het voornaamste. Ik ben goed bezig blijven met mijn leven, vind ik, ja. Dat ik dat mag vertellen in de kunst. Ja, ik vind het wel een mooi contrast ook met het spiritueel en gelovigheid. Ja, naast de poppen. Ja, klederdracht. Ja. Of niet? Ja, dus je zit te denken aan een combinatie ja. Van de... Dat ja, de kloosterschilder en de... Ja. Ja. Misschien veel kruisjes of niet, ja, weet je. Ja. Zou natuurlijk zo Ik ben niet zozeer, maar ik hou wel van Shingen, hè. Oké, ja, nou, daar staat dit natuurlijk ja. Zeker nou, dat klopt dan. Ja. Yvette had haar eeg vallen letten op de fibula, de oude mantelspeelder die foen is in de terp van Wienaam en mogelijk het bewijs is dat er in de Ieren midseeuwen al een rieke keningwennen had in Friesland. Die vrouw die had de uitlijn over die, dat koningsmedaillon, of zei ze het, met al die hele mooie vakjes en dingetjes erin en die spreekt mij nog wel heel erg aan. Ik zit eerst een beetje naar de kleding te zien en dat zou natuurlijk ook nog kunnen, iets met textiel, maar ik vind het ook wel mooi om een beetje... Ja, op detail meer in te gaan. Namelijk van mensen in de 8e eeuw. Want je ziet, als je goed kijkt, zie je dat er een aantal tekens op staan. Yeah. Als je het goed kunt zien. En dat zijn runetekens. Dus staat van Jon is het lastig om te kiezen. Als beeldhouwer zocht er als eerste naar de rondelijke werken. Maar eigenlijk vindt er alles interessant. Hij liet hem over alle stikken informeren en had nog geen idee wat het worden zou. Ja, ik ga er net maar die dingen nooit aan. Nee, dat is een onmogelijke situatie. Ik denk dat ik meer een expressie doe van het totale beeld. Misschien, weet ik net. Sjoerd Jan weet het wel. Zie je die helm ook? Die daar boven dat wapen ja, staat? Ja, een cool ding. Dat is een cool ding. Een schilderij van Edelman van Kamminga. Maar Sjoerd had vooral eeg voor de onderkant van het schilderij. Het fruit, maar al zien symboliek. Granaatappel, het zijn heel vaak granaatappel. Dat heeft heel veel te maken met het lijden van Christus. Als je hem open doet, dan zie je daar al de pitten. Kerstjes in de hand heeft heel vaak te maken met onschuld. Aan je lier staat heel vaak het leven, na het leven voor je ziel. Wel hoe kom ik erachter als ik straks thuis zit 2 weken? Dan wil ik graag weten, kijk die kerst, dat onschuld betekent, dat onthoud ik wel. Maar zo'n peer staat voor?
Waar kan ik dat op internet vinden of zo? Nee, dat kan je niet op internet vinden. Nee, echt niet? Nee, dat kan je niet op internet. Daar zijn ze, er is een heel ingewikkeld systeem voor, dat heet Icon Class. Ja. En dat is te raadplegen bij de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. Dat is een mond vol. Oh, dan moet ik daar even heen. Uiteindelijk je de reis net naar Den Haag, maar bloot Sjoerd in zijn wenplak layout. Hoe lang ben je het al in Nederland? Vanaf mijn vijfde. Dus 30 jaar al ondertussen. Dus je viel ze wel echt? Ja, ik ben wel heel erg. Nee, wat toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Oké. Ja. Maar dit is echt, dit is wel een beetje een begrip in Leeuwarden. Deze familie, Turkse familie, zit hier al heel lang. Vroeger in die 15e eeuw had zo'n jongetje een granaatappelbeet had. Dan stond het voor het lijden van Christus. Oké. Okay. Maar goed, hij is gewoon lekker om op te eten. Begin naar binnen. Hallo. Nou, en wat spreekt hij dan om? Nou ja, als je hier binnenkomt, dan weet je al hoe het ruikt. Nou ja, dat is, ik kom hier wel vaker mijn lekkere dingetjes allemaal halen. Maar als je het over het echt Turks fruit hebt, dan moet je hier wezen. Ja, en het is natuurlijk allemaal mooie producten. En inspireert daar dit staan nieuwe geruchten? Of, ja, zeker. Hier krijg ik altijd wel hele lekkere ideetjes van. Grappig. Maar je bent kok. Mm-hmm. Ja. Dus ziek is dan werk. Ja. Wat vind je het mooi om kok te werken? Wat? Ja, dat is wel een passie. En ook om mensen blij te maken, zeg maar, door lekker te eten. Maar lekker eten is heel belangrijk. Ook voor het zin, hè? Het goede zin. Dat mensen positief van worden als je goed maaltijd eten hebben. Dank je. Aarstelen. Ja. Nou, proost, wat zei je dan? Ja, proost. Lekker rieten. Ja, lekker rieten. Heerlijk. Ik maak denk ik een 3D-versie van de schilderij. Intussen is Sjoerd al een aardig eind op wij, maar zijn opdracht. Een beetje zo bekijken. Ja. Zo. Zijkanten maak ik helemaal dicht zo. Ja. Krantenpapier. Alles wat ik in het schilderij zet wordt zwart met wit. Nou, en dan als de jury er dan voor staat, dan moeten ze om de beurt in het schilderij gaan staan. En dan krijgen ze een soort van outfit mee. Ik heb een skier bijvoorbeeld. Zie je wel, zo. Ik moet dan zo moeten ze in het schilderij gaan staan. Ze krijgen nog een ski erbij. Dus de jury moet echt actief? Ja. Die is eigenlijk onderdeel van die opdracht? Ja. Ze, zweten. En denk dat ze Sophie krijgt dat ze erin stapt? Oh ja, dat is wel dat moet. Anders is het, anders weet het niet. Maar is dat een levend schilderij? 3D, hè, een levend schilderij. Het is een stil leven met een portret erin. En er is vanzelfs weer een haatrol van de poes. Met de poes. Die leeft hier ook. Dus dan weet je wat ik heb met al die werkstukken af en toe. Die klaut ze allemaal kapot. Nee. Maar goed. Dus zo, dat wordt het eigenlijk. Hey, en bloot dit zo? Ja, dat bloot zo. Okay. Ja. Dan. Niet mooi? Ik denk misschien is het er nog op schreeuwen of zo. Ja, dat is natuurlijk wel nog wel weer mooier. Maar ja, wat een werk allemaal, joh. En die lijst, kijk, dat is ook heel speciaal. Er zit een hele kromming in. Hè? Maar weet je hoe dat komt? Het lijkt net een televisie eigenlijk, hè? Ja. Zo kun je het zien. Maar dat heb ik van mijn regenton gemaakt. Dus heb ik even een trap tegenaan gegeven. Toen had ik in één keer heel veel hout. Ja, daar heb ik een lijst van gemaakt. Kijk, en het is wel echt eikenhout. En het schilderij wat ik heb uitgekozen is ook van eikenhout gemaakt. Nou ja, de vlag van Leeuwarden, waar ik nu al heel lang woon. En de Cambuurhertje. Want in 1500, in het wapen van de Kammergast, hadden ze ook het Cambuurhertje. Zo'n Biemke. Dat vond ik al heel leuk. Wat zou de poes daarvan vinden? Oh, nee! Oh, het leeft nog. Gaat het? Ja, dat vind ik altijd belangrijk, dat het niet bij het beeld blijft. Beide fotografen, Doutz en Petra, oorlissen hoe ze een schilderij vertalen kunnen naar een foto. Je begint en het
En je hebt straks een resultaat. Ja, ik denk dat het toch niet in één, dat je toch nooit in één beeld kan pakken. Dus dat je toch altijd een reeks gaat maken en daar weer op door gaat denken. Ja. Tenminste, zo werkt het bij mij. Ja, stop niet bij één beeld. Ja. Iets rekkert je. Dan. En hoe krijg je dat in een plaatje? En zeker is mijn fotografie is altijd een heel plat werkje dan. En als het mij een kwast in de hand is, denk ik, wieso gaat dat al heel oors weer, want dat helpt volgens mij veel meer van binnenuit. En ik moet het door de kant uit halen. Ja, dat is een verschil. Dat is wel een verschil, maar ja. Kijk niet alleen mee. Doutje is boeit door een schilderij van Tamus Oud, over een eenzame vrouw in het veld. Gewoon wat het schilderij heet, dan ik de eenzaam heet. En dan denk ik, ja, ze is verlaten. Of ze heeft haar man en zoon naar de haven gebracht. En toen, ja, maar is zij wel eenzaam? Dat vroeg ik mij toen al best. En dan denk ik, oh ja, ik voel mij nooit eenzaam. Maar ik vind het wel prettig om alleenig te wezen. En daar zitten wat verschillende... Ja. Ik twee verschillende dingen. Dit is volgens mij verstoot Lefs Dost, of net? Ja. De Rapuut. En dan Struinen. Maar dan zus bijvoorbeeld dit? Ja, best wel. Nou vind ik deze, daar val ik dan niet op. Maar dat ben inderdaad die won van Benjam. En hoe die aderen dan rennen. Of deze dingetjes. En hoe de kleuren die daarin ontstaan. Er zit wel een of andere hoeken van het eigen dat ik daarop let. En dan zie ik bijvoorbeeld staan naar een beam, maar dan zie ik nou ook alweer het paard bij langs. En je struinen, hè? Dus het gaat langzaam. Ja. Dan liet ik mijn blik gaan. En... Maar dan was het dan ook op de foto vers lezen? Ja, omdat ik dat vers wil, of omdat ik dat vers wil pakken. En dan denk ik, ja, best wel fatuus of gewoon, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat doos gewoon. Ja, dat vind ik dan leuk. Ja, daar word ik blij van. Wees. Want ik denk, oh, wat leuk, hier, de light was aan kunstwerkje hier voor me. Zo voelt het echt, ja. Dus kunstwerkjes in de natuur. Ja, dat zijn kunstwerkjes die dan maken we zonder meeskehonden. Ja, dat boeit mij. De stikken der te kandidaat mijn werkje binnen speciaal uit het depot hellen. In de depots van het Fries Museum liggen maar liefst 180.000 objecten. Van prehistorie tot de moderne tijd. Een van de topkunstenaars in de collectie is Laurens Alma Tadema. Wraad van een schilder uit de 19e eeuw. Het museum had meerdere schilderijen van hem, waaronder dit dubbelportret van hemzelf en zijn vrouw. Ek Petra is onder de indruk van Alma Tadema. Gek genoeg doe ik het witte ongoed, omdat het een verhaal vertelt wat ik heel spannend vind. Omdat je het ook niet zoveel meer ziet, ongoed aan de lijnen. Tenminste, in het straatbeeld is het niet meer gewoon. En dat triggert iets. Het ongewone in een vrij rauwe situatie daar. Dus had ze haar verder verdiepen in de schilder. Hij schilderde vooral die Romeinse, dat waren het tafereeltjes van dames in mooie rokken. En vrij romantisch. En deze is vrij rauw. En ook wat armer oogt het voor mij. Wel, als ik zijn geschiedenis doorpluis, is het uiteindelijk is hij in ieder geval gestorven als een vrij rijke, welgestelde man. Dus ik dacht, ja, dat moet iets betekenen. Dat kan niet anders. Maar in ieder geval een kant van hem die hij misschien op die manier wilde laten zien. Of juist helemaal niet. Dat hij toch naar buiten is gekomen. Dus, Petra is kwartling Memburn en werkt ernaast als theatermakker in Grace. Ze wil haar graag verder ontwikkelen als fotograaf. En dat is ook de discipline waarin ze mij docht omuzen. Petra neemt Miranda mee naar het plak dat ze haar carrière als theatermaker begon en nog altijd vaak en graag komt.
Hesto theater en nou fotografie, hest dat ik echt nedig? Ja. Waarom? Omdat het mijn uitlaat... Dat klinkt ook een beetje... Ja, vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ik het niet zou doen. En de vorm maakt merkt de laatste tijd merkt minder uit. Als het maar iets is wat een appel doet op mijn, nou, mijn fantasie eigenlijk. Zo snel het lijst, hoe zie je niet wijzen? Over 10 jaar ben ik, weet niet, fotograaf. Ik ben wel iets met, nog steeds met beeld en fotografie. Maar kan ook film zijn. En daarnaast ben ik schrijver. En Kirstin Hollegnog, leegmaatje, ik nou smem bist. Hij dan net dat je dan ik nog altijd denken van... Wat is nou te koest? Ze sliep. Ja. Oh, hij is een heerlijk mens in elk geval. Ja. Onder eind van muzen kunnen Jo mij bepalen wat die expositie vindt in het Fries Museum. En wat voor nijwerk het Fries Museum omkeerpje zil. Het videokunstwerk, het Oranje Koelkenproject of het Grutte Schilderij. Zoek ervoor op muze.friesmuseum.nl. Jos beziek het Eckenwerk uit de ziekje om hem inspireren te litten. Maar dat je het mooiste. Hij zocht stil om hem heen en maakt het echt hartstikke in contact met de oren. Miranda ziet hem thuis op om te leren wat er is. En dan wordt vlug duidelijk dat Jos alle reden had om stil te wijzen. Rotweek achter de rug. Ja. Ja, absoluut. Goeie vriend van ons. 63 jaar. Overleden aan kanker. En ja, dat was niet makkelijk. Hij mocht niet ouder worden dan 63. Dus, maar goed, dat, zo zit het in elkaar. Zo zit leven in elkaar. Dus het is niet anders. En je neemt het mee in je opdracht? Ja. Ja. Ja, dat kon niet anders. Dat kon niet anders. Waarom niet? Waarom kon het niet anders? Dat nou, zo... Ja. Nou, ik bedoel, als je aan het schilderen bent... heb je gedachtes, heb je... Vooral als je een opdracht krijgt op een gegeven moment. Ver is overleden 3 dagen voordat we in Leeuwarden waren... dat we die opdracht kregen. En, dus ik heb nog niet veel tijd gehad om te schilderen. Omdat dat vorige week allemaal gebeurd is. Maar dat gaan we wel redden. We gaan deze week gewoon dag en nacht door. En dat zal gebeuren met het werk van Willem van Althuis. Dat past het best bij hoe Jos hem deze dagen viert. Ja, Willem van Althuis. Willem van Althuis heeft het geschilderd. Het is een werk uit 1990. En wat je met hem ziet is, hij probeert zich tot het landschap te verhouden. En dan niet te registreren van wat er allemaal te zien is. Maar echt uit te gaan van wat is nou het belangrijkste van het landschap waardoor het mijn bestaan ook beïnvloedt. Mm-hmm. Dus de rust van het landschap of de wijdte van het landschap of de horizon. En dan zie je dat je dus heel erg ver kunt afstappen van wat je ziet. Terwijl het werk nog steeds gemaakt is, terwijl je er naar kijkt. Om het uiteindelijk zo te laten werken als je zelf wilt. Daarmee geeft hij dus ook aan... Jos wint in Amsterdam, maar komt vaak op Skielge en viel hem thuis in het lege loon. Je herkent het direct. Al die keren dat wij naar de Schelling zijn geweest. En dan maak je dagen van regen, van wind, van zon, van alles mee. En dan kijk je soms ook wel eens over het wat uit, naar richting Harlingen. En dan zie je precies wat hij geschilderd heeft. Dat je dus de overgang van water naar lucht niet meer ziet. En dat vond ik een geweldige schilderij. Ik bedoel, als iemand dat in zo'n eenvoud neer kan zetten, ja, dat vind ik geweldig. Dat zou ik niet kunnen. De leegte van het schilderij zal lekker het plak wijzen dat Jos zijn verlies in uitdrukken wil. Toen ik vorige week bij de kist stond en hem daar zag liggen, en dan zie je een leeg lichaam. En
dan denk je bij jezelf, ja, waar is zo iemand nou gebleven, weet je wel. Ja, toen dacht ik van, daar moet hij zijn. In het schilderij van Althuis, die overgang van wat je niet ziet, daar moet hij zijn. We gaan deze week heel hard aan de gang. En dan hoop ik dat het te zien is. En is dat ook heel kwetsbaar? Ja, best wel. Ja. Nou, het is ook kwetsbaar, maar dat zie je al, hoe kwetsbaar alles is. Ik bedoel, als iemand te horen krijgt dat hij kanker heeft en die is met 4 maanden weg. Nou ja, hoezo kwetsbaar? Alles is kwetsbaar. Zullen de kandidaten slagen om de jury te verrassen met nij en eigen werk gebaseerd op een van deze 22 topstikken? En zullen de kandidaten daarbij ik help je roepen van Menno Landstra? Oren Wieke, ik antwoord op de vraag: waar gaat naar huis en waar bloot bij huis? Ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Maar als kunstwerker ben ik net altijd enthousiast. Ja. Ik ken heel duidelijk zijn van wat er niet meer omkomt. Dit weer muze. Oh, ik wil vragen, als ik nou dat ga vertalen naar deze eeuw, kan ik zelf bedenken wat de fruit voor staat? Ja. Of niet? Ja, dat kun je zeker. Dat kun je zeker. Ja, hè? Maar een goede, hoor. Ja, dat is goed. Maar dat ga ik doen. Dat ga je doen. Spannend, ja. Ik zal het niet verder. Absoluut niet. Ja, snap je? Maar weet je, zie je ook dat het eigenlijk heel erg is.